Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over het tweede seizoen van de Netflix-serie Shadow and Bone. Ik was een best wel groot fan van het eerste seizoen, omdat ze dus binnen een korte tijd wel op een indrukwekkende manier een uitgebreid fantasy-universum hebben weten neer te zetten. En voor het tweede seizoen wordt dit universum dus opnieuw uitgebreid. En we zien dus gewoon alle bekende gezichten van het vorige seizoen terug, met de toevoeging van heel veel nieuwe personages en locaties. Ik heb sommige mensen dus zien klagen dat het misschien iets te veel nieuwe dingen was in dit seizoen. Dat het soms een beetje lastig was om te volgen, omdat er zoveel verschillende verhaallijnen door elkaar heen lopen. Maar ik moet zeggen dat ik er zelf niet per se een heel groot probleem mee had. Maar ik moet ook wel toegeven dat er misschien gewoon 1 of 2 verhaallijnen bovenuit springen waar ik wat meer mijn aandacht op legde. Want sowieso was ik wel een groot fan van Alina Starkov, onze hoofdpersoon van het vorige seizoen dus. En zij is ook gewoon weer terug als de Sun Summoner in dit seizoen. Maar de grote slechterik Alexi uit het vorige seizoen dus, die is deze keer ook teruggekomen met een aantal nieuwe krachten. Want midden in de Grishaverse, in deze wereld die ze dus hebben neergezet, zit de Fold. Een soort van groot vierkant schaduwvlakte. En Alexi gebruikt dus de Fold om een soort van schaduwmonsters te maken. En die kan die dus ook gewoon als soldaten inzetten. Dus hij heeft een heel nieuw leger eigenlijk in dit seizoen. En Alina's antwoord daarop is dus een plan om ervoor te zorgen dat zij zelf ook soldaten kan maken. Maar dan dus van licht, om die schaduwsoldaten te counteren. Maar om dat te doen heeft ze dus een aantal amplifiers nodig. En we hebben er dus eentje al gezien in het vorige seizoen in de vorm van dat hert. Maar een groot deel van dit seizoen is dus Alina's quest om de rest van die amplifiers te vinden. En zichzelf dus te versterken in voorbereiding van de final battle. En een groot deel van dit seizoen kan ze dus ook tijd doorbrengen met Mel. En aan het einde van het vorige seizoen zijn die twee dus eindelijk een stelletje geworden. Ik had dus al een beetje door tijdens dit seizoen dat het hun met z'n tweeën gewoon iets te gemakkelijk afging. Dat er toch nog wel iets van drama of conflict moest komen aan het einde van het seizoen. En buiten dat Alina dus op zoek is naar die amplifiers, volgen we de groep van Crows dus ook. En die zijn eigenlijk bezig met een missie om een zwaard te halen, waarmee ze dus ook de schaduwmonsters kunnen uitschakelen. En vooral met die verhaallijn worden er dus echt een aantal nieuwe locaties en personages geïntroduceerd, die waarschijnlijk ook nog wel belangrijk gaan zijn in komende seizoenen. Ik vraag me dus wel af wat er nu bijgehaald is, wat er niet per se echt in hoorde. Want als ik het goed begrepen heb, is dit seizoen een soort van combinatie van meerdere boeken uit de Grishaverse. Daardoor snap ik ook wel dat mensen misschien een beetje het gevoel hebben dat dit seizoen iets te volgepropt zit. Maar ik moet zeggen dat ik er zelf niet echt een probleem mee had. Want het zijn ook nog steeds maar 8 afleveringen. En elke aflevering is wel gewoon bijna een volledig uur. En elke aflevering zit dus ook gewoon helemaal volgepropt. En omdat het al best wel een tijdje geleden was sinds het eerste seizoen van Shadow and Bone, kostte het wel een paar afleveringen voor mij om er weer echt goed in te komen. Maar halverwege het seizoen zat ik er wel gewoon echt lekker in. En het bouwt dan gewoon op naar een best wel tof einde. Ik denk dat de laatste 2 afleveringen van dit seizoen in ieder geval misschien nog sterker waren dan de finale van het eerste seizoen. En al helemaal met de manier waarop dit seizoen ons achterlaat, ben ik ook zeker wel geïnteresseerd om nog een derde seizoen te zien. Dus ik hoop ook wel dat Netflix de serie gewoon verlengt. Want je merkt in dit tweede seizoen opnieuw ook wel dat deze serie waarschijnlijk niet goedkoop geweest is voor Netflix. Dus ze hebben wel een aantal kijkers nodig, willen ze de serie gaan verlengen. En het tweede seizoen van Shadow and Bone is dus al best wel een tijdje geleden uitgekomen ondertussen. En ik hoorde er toen niet per se heel veel hype omheen. Dus ik hoop wel dat er gewoon genoeg kijkers waren dat Netflix bereid is om in te zetten op een derde seizoen. Want zoals ik al zei, met de cliffhanger die ze hebben achtergelaten, kunnen ze wel echt een aantal interessante dingen doen met meer seizoenen. En ik denk ook wel dat de cast van main characters in deze serie ondertussen al best wel geliefd is. En dat de mensen die dus fan zijn van deze serie ook zeker wel interesse hebben om te zien waar die personages nog heen gaan. De acteurs weten ook wel echt het beste te maken van de dialogen die ze hebben. Want het voelt soms wel een beetje gewoon als fantasy gebrabbel. Maar dat is ook juist wel een van de dingen die ik waardeer aan Shadow and Bone. Ze zijn niet bang om gewoon een ingewikkeld en diep fantasy universum neer te zetten, met zijn eigen regels en locaties en zo. En het feit dat dit tweede seizoen dus ook heel veel nieuwe lore introduceert, vind ik juist alleen maar tof. Maar ik snap dus ook wel dat het voor sommige mensen misschien nu een beetje iets te diep kan gaan. Maar ja, als ik het goed begrepen heb, zijn er dus wel een aantal boeken in dat hele Grishaverse. Dus hopelijk is de serie gewoon zo'n succes dat ze nog een lange tijd kunnen doorgaan. Maar hebben jullie al de kans gehad om het tweede seizoen van Shadow and Bone te kijken? Laat me weten wat jullie van de serie vinden. Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval. En subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.